laten we onze ogen sluiten. En onze ademhaling richten, onze ademhaling, onze aandacht richten op onze ademhaling. Ik moet weer glimlachen. En ik wil jullie vragen om heel eventjes even een momentje te voelen van dankbaarheid. Even een momentje te voelen van dankbaarheid dat je hier aanwezig was. Dat je jezelf dit cadeau hebt gedaan om hier aanwezig te zijn. Dat je jezelf het cadeau hebt gedaan om jezelf een commitment te geven. Dat je jezelf het cadeau hebt gedaan om een besluit te nemen over 13 april. Dat je jezelf cadeau hebt gedaan om hier de tijd voor te reserveren. Dat je jezelf cadeau hebt gedaan om weer een stukje meer samen te werken met het universum. Laat even dat gevoel van dankbaarheid op je inwerken. En kijk ook even of je dat echt ergens in je lijf kunt voelen. Ik moet bijna huilen van dankbaarheid. Dus dat is de emotie die het bij mij triggert. Dankbaar dat ik dit mag doen. Dankbaar voor de weg hier naartoe. Dankbaar dat ik een willingness heb getoond om te zeggen, oké, ook al snap ik er af en toe helemaal niks meer van. Ik wil het gewoon zien. Ik ben bereid om door te zetten. Ik zal mijn ding blijven doen. Ik ben dankbaar voor de connectie met het universum. Ik ben dankbaar voor de connectie met Rose en hoe zij ons begeleiden hierin. Ik ben dankbaar voor de geweldige muziek van Whitney Houston die we in de auto hadden geluisterd op weg hier naartoe. Want ik kom net uit Antwerpen. En waar we heel hard hebben meegezongen en gedanst. Ik ben dankbaar dat zij ons heeft verrijkt met haar muziek. Ik ben dankbaar dat er mensen zijn die heel goed kunnen zingen en dat met de wereld delen. Ik ben dankbaar voor de vriendelijke mensen die ik vandaag ben tegengekomen. Ik ben dankbaar voor de 5 euro die ik vandaag nog aan iemand mag gaan bijdragen. Ik weet nog niet aan wie, ik weet nog niet hoe. Maar dat ga ik zo meteen eens even verzinnen. Ik ben dankbaar dat ik gewoon mag zijn. Dat ik mag zijn met al mijn eigenaardigheden wil ik eigenlijk zeggen. Ja? Dat ik kwetsbaar mag zijn. Dat ik vrolijk mag zijn. Dat ik inspirerend mag zijn. Zelfs dat ik soms onaardig kan zijn. Oh my god, ik kan soms ook zo onaardig zijn. Ik kan ook heel chagrijnig zijn. Ik ben dankbaar dat ik onvoorwaardelijk van mezelf hou. En ik hoop dat jij op dit moment met mij samen, met al die mensen die nog meedoen met de meditatie, die dankbaarheid op een diep niveau kan voelen. Je kan voelen dat je ook superveel hebt om dankbaar voor te zijn. En kijk eens of je ergens in je lijf die dankbaarheid kan voelen. Bij mij tintelt altijd heel sterk mijn voorhoofd en mijn kruinchakra. Als ik in die connectie sta. Het kan ook zijn dat je nog niks voelt. Dat je het alleen maar hoort en dat al voldoende is. Iedereen heeft zijn eigen tempo. Iedereen heeft zijn eigen moment om dingen te ontdekken. Dus wees ook daarin liefdevol en compassievol naar jezelf.
om te voelen dat alles zich zal ontvouwen op het juiste moment. Dat er geen goed of fout besluit is wat je kunt nemen. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf op nummer 1 blijven zetten. En zelf de regie te nemen en te houden. Te kiezen voor wat je doet. Te gaan ontdekken wat het is dat jou dient. Wat jouw pijlers zijn. Wat jouw alignment routine is. En het enige wat je hoeft te doen is je daaraan te houden. Het leven wordt zo simpel vanuit die plek. En vanuit deze liefdevolle plek wil ik je vragen om eens eventjes stil te staan. En om je heen te kijken, niet eens letterlijk, maar gewoon vanuit je plek van zijn waar je nu bent. Om je heen te kijken en eens te evalueren waar het is waar je nu staat. Op welke manier inspireer jij al? Op welke manier draag jij je steentje al bij? En zelfs als je je soms super laag kunt voelen, zelfs voor de mensen die hier aanwezig zijn, die nu op een minder gelukkige plek zitten, er is altijd iets wat je hebt bijgedragen. En al kan je niks verzinnen, kan ik je in ieder geval één ding geven wat je vandaag hebt mogen doen. Je hebt bijgedragen aan mijn energie en aan de energie van alle mensen die bij deze meditatie aanwezig waren. Op dat niveau draag je elke dag bij. Elke dag draag je iets bij door je interactie met een ander. En daarin ligt jouw keuzevrijheid. Jouw keuzevrijheid om dat te gaan zien. En te gaan voelen dat dat al impact maken is. Dat dat bijdragen is aan je levensmissie. We maken het allemaal zo groot. Hè? We moeten op een podium staan met 1000 mensen om iets bij te dragen. Nee, onzin. Op het moment dat ik de Albert Heijn in loop en een leuk gesprek heb met een vrouw die daar werkt, draag ik net zoveel bij als dat ik voor 1000 mensen sta te spreken. Het is allemaal energie. En op dat niveau kunnen we elk moment besluiten iets te doen. Elk moment iets bij te dragen. En uit dat niveau wil ik je ook vragen om daarin een commitment te gaan maken. Om daarin je voornemen te gaan creëren en te zeggen, daar ligt mijn keuzevrijheid. Dat is wat vrijheid is. Vrijheid is dat ik zelf mijn gedachten kan kiezen. Ook als ik super chagrijnig ben, kan ik kiezen om tegen mezelf te zeggen, dit gaat vanzelf weer over. En elke dag opnieuw kun je kiezen om iets aardigs tegen iemand te zeggen. Iets liefdevols tegen iemand te zeggen. Het is iets heel simpels. Maar het is zo'n vrijheid om dat te mogen ervaren. En dat is het enige wat je hoeft te doen. Dat is het begin. En van daaruit zul je gaan voelen je inspired action. En van daaruit is de uitnodiging om steeds opnieuw de commitment te maken. Ik luister naar spirit. Ik laat me niet afleiden door ego. En voor de mensen die luisteren en zeggen, ik wil daar toch nog meer over voelen. En ik was niet bij afgelopen vrijdag. Stuur ons een mailtje, dan sturen we je de replay. Want als je zo voelt dat je dat helpt, dan natuurlijk mag je de replay horen. Maar je hebt mij niet per se nodig om die weg te ontdekken. Alle antwoorden liggen in jou. En ja, mijn energie kan daarbij helpen. Maar jouw energie is minstens zo krachtig. En het is wanneer al die energieën met elkaar samenkomen, zoals op een moment als deze, dat alles begint te stromen. Dat collectief de energie omhoog gaat. En dat is waarom mijn oproep zo groot is om te doen wat je moet doen. Omdat dit is wat ons verder gaat helpen. Dit is wat ons gaat helpen naar een andere wereld. Of niet eens een andere wereld, een nieuwe wereld. Met love homes waar ik van droom. Geen ziekenhuizen meer, maar love homes. Huizen waarin er aandacht is
voor liefde in plaats van voor wat er niet goed is in je lichaam. En via liefde dingen te laten helen. Weliswaar ook nog met medicijnen. Medicijnen is een fantastische uitvinding. Maar wel in combinatie met liefde. Een plek waar scholen zijn die, ja, die afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften van een kind. Waarin een kind leert om te luisteren naar zijn intuïtie. Waarin een kind leert om ego en soort van elkaar te onderscheiden. En waarin een kind wordt gestimuleerd om dat pad te volgen. Zo zijn er nog honderden dromen die ik voor me zie. En zo zijn er ongetwijfeld honderden dromen die jij hebt over deze wereld. En jij kunt daar een steentje aan bijdragen. En jij draagt er al een steentje aan bij. Gewoon door te zijn wie je bent. En vanuit dat perspectief verder gaan. Dat is het enige wat je vandaag hoeft te doen. Die commitment te geven. En de commitment dat je dit zelf steeds blijft checken bij jezelf. En je blijft omringen met deze energie. En je blijft doen wat jou helpt om op deze plek te komen. En op die manier kunnen wij met z'n allen samen de wereld weer een stukje verder helpen ontwikkelen. En hierbij is zo belangrijk om geen oordeel te hebben over datgene wat geweest is. Dus als je het huis waarin je nu woont, zal ik maar even zeggen, je spiritueel huis waar je nu in woont, dat heeft je gebracht tot hier, dat is perfect geweest. En Noah die ons met ons deelt dat ze een eetstoornis heeft gehad. Perfect, dat is wat er moest gebeuren. Het verlies wat we allemaal gekend hebben. We zijn allemaal mensen verloren, denk ik, die hier aanwezig zijn. Soms op hele dramatische wijze, soms op minder dramatische wijze. Maar ook daarvan voel ik dat het verlies wat wij, ik en mijn familie de afgelopen maand, jaren hebben meegemaakt, is allemaal functie gediend. En als je op die plek kunt komen dat je ziet dat alles goed is zoals het is. En dat het aan jou de keuze is of je de les kunt leren. Aan jou de keuze is of je zegt, hey, I'm willing om te zien wat dit me probeert te laten zien. Dan kom je verder. Dan verdwijnt ook het oordeel. Dus niets is fout. Alles is perfect zoals het is. Maar je hebt wel in ieder moment je eigen keuzevrijheid. Om te zeggen, ik blijf hierin. Of ik kies ervoor om samen te werken met het universum en te kijken wat er nog meer mogelijk is. Ik wil jullie uitnodigen af te sluiten met die essentie. Met de uitnodiging, met de curiosity, met de nieuwsgierigheid om te ontdekken wat er nog meer mogelijk is. En met die gedachte wil ik deze meditatie van vandaag afsluiten. Wil ik jullie vragen om langzaam je ogen te openen. En wil ik jullie heel erg bedanken voor jullie energie. En wil ik eigenlijk ook direct afsluiten.